De vraag is door welke bril heb jij deze wedstrijd bekeken? Maar dat is ongetwijfeld een PSV-bril. Maar zag die bril ook dat het misschien wat moeilijker ging dan je gehoopt had? Ja, dat zag die ook, ja. Nee, zeker. Daar moeten we eerlijk over zijn. Ik denk dat we goed begonnen aan de wedstrijd. Het onder controle, aan de wedstrijd onder controle hadden. Kansen creëerden. Ja, en op een gegeven moment merk je dat, dat het een beetje uit je handen glipt. En dat we een stapje te laat kwamen op bepaalde plekken. En waardoor zij wat gevaarlijker werden. En dan krijg je gewoon een lastige slotfase. Ja, want je had het gewoon in de eerste helft al moeten beslissen, toch? Ja, zeker. Ik denk dat je dat als we het in de eerste helft afmaken, we hebben genoeg kansen gehad, mogelijkheden om het af te maken. Dan laat je het niet zo ver komen, nee. Ja, want klopte alles in de eerste helft? Of is dat te veel gezegd? Nou, ik denk dat we zeker tevreden mochten zijn over het veld, over het veldspel. Bij Vlagen lieten we wel een beetje onnodig balverlies. Maar zeer efficiënt. Maar zeer efficiënt, zeker. Dan moet je dan zien door te trekken. En ik denk dat het wel vaker gebeurt dat we iets nalaten om de wedstrijd gewoon dood te maken. En dan moeten we gewoon slimmer doen. Ja, de wedstrijd killen. Ja, zeker. Ja, en dan die slordigheid in de tweede helft, waar komt dat vandaan? Nou, je merkt dat de jongens, dat we allemaal overal een stapje te laat komen. Tweede ballen zijn hier voor ons. Dan proberen we wat meer energie erin te leggen. Maar goed, dan valt de 2-1 en dan weet je dat het wat lastig wordt. Maar goed, fantastische goal van Noni. Zo zie je dat het fijn is dat, dat we ook de buitenspelers weer terug hebben. Dat is een pluspunt voor ons. En dan zie je dat individuele kwaliteit ook de wedstrijd kan killen. Ja, want je hebt hier wat spelers erbij die geblesseerd zijn, maar ook weer terugkomen inderdaad. Nou, maar de week is er eentje van. Dat die inbreng die hij vandaag heeft, dat geeft wel aan dat je dat gemist hebt? Nee, uiteraard. Ik denk de individuele kwaliteit die Madueke heeft, ook Cody die dat heeft. Dat zorgt voor ons gewoon voor dreiging. En het was voor ons natuurlijk een gemis dat die jongens er niet waren. Maar goed, we zijn hartstikke blij dat ze terug zijn. En kijken gewoon lekker vooruit. Twee grote wedstrijden die komen gaan. Ja, Feyenoord AZ. Ja, moeten we er staan. Succes ermee. Dank je wel. Dank je.